vraag was ik al bang. want je vraagt niet hoe heet je, dus... mijn eerste antwoord zou zijn, iemand die reageert als iemand die naam roept. Ja, ik zou het echt niet weten eigenlijk, dus ik probeer iemand te zijn die een soort geheel is door de tijd heen. En dus ik ben maar zoals iedereen altijd wel aan het vragen van wie die precies is, maar ik besef ook wel dat dat steeds hoger verandert. Dus ik bedoel, ik ben dan een docent hier, maar daarnaast heb ik nog zoveel andere rollen, dus misschien ben je wel iemand die heel veel rollen vervult. Maar dan op een soort authentieke manier. En die optelsom zou je misschien Jan Drost kunnen noemen. Dat zou kunnen. Ja, die rol vervul ik heel graag dan, als dat zo... Ja, dat is trouwens ook leuk, want voor mij is het de allergrootste bron om erachter te komen wie je bent of wie je geworden bent. Dat is hoe anderen jou betitelen. Dus als jij dat zegt en ik herken me daarin, dan vind ik dat heel erg leuk. Ja, nou, dat zou ik graag willen zijn binnen CMV, ja. Ja, dat is iets wat ik wel aan het ontdekken ben. Want de eerste keer dat ik een college gaf bij CMV, vond ik het heel lastig om in te schatten wat de opleiding precies beoogde. Wat zeg maar de einddoelen waren. Dat was wat zwemmen in het begin, maar dat vond ik uiteindelijk, heeft zich dat inmiddels na een jaar of twee in een soort voordeel omgezet. Dat is een plek waar enorm veel creativiteit is, ook in denken. Dus op die manier probeer ik daar filosofie binnen te brengen als een wel als een denkdiscipline, maar wel met de vrijheid om dat toe te passen op wat voor een thema je dan ook wil. Ik vind het eigenlijk wel de meest wijsgerige studie binnen dit domein, denk ik. Juist omdat het ook zelfverzoekende is. En misschien is dat bij een CMV'er ook wel, die continue zelfreflectie. Van wie zijn wij en wie willen wij zijn. Het heeft een enorme vrijheid tot gevolg. Als de vraag is, is het belangrijk dat je maatschappelijke veranderingen koppelt aan cultuur of aan kunst, dat soort dingen. Dat zou ik een enorme lans voor willen breken, dat lijkt me ongelooflijk belangrijk. Ik geef bijvoorbeeld een vak postmoderne consumptiemaatschappij en nou ja, elke tijd of elke maatschappij heeft wel zijn ideologie, zijn heersende ideologie. En je zou wel kunnen zeggen dat vandaag wel het consumentendenken is en het economische denken. Dus om daar een kritiek en een alternatief in te willen betekenen, helemaal voor burgers die zeg maar meer willen zijn dan alleen maar consumenten, lijkt me in deze tijd CMV, wat CMV kan betekenen daarin, belangrijker dan ooit. Ik was door Wim gevraagd om inderdaad voornamelijk binnen het onderwerp agogiek in te gaan op de romantische idealen die daar ook in leven. En de eerste reactie was van... Wat heeft een rol als CMV precies met liefdesrelaties te maken? Maar gaandeweg, maar ook dat vind ik weer een voorbeeld van, is denk je, hè? Wat, hoe moet dit samengaan? En dan blijkt dat wel heel goed samen kan gaan. Lukt niet altijd, maar dat mag ook. Ik bedoel, mislukken is ook zeer leerzaam. Maar punten waarin inderdaad je verhouding van als agoog, als CMV'er, tot je cliënten, tot je collega's, tot jezelf, dat het denken daarover... Ja, eigenlijk al filosofiebedrijf is. Lijkt mij dat filosofie wel echt de conceptuele middelen zou kunnen bieden aan een CMV om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Liefde en agogiek. Dat je dingen met hart en ziel wil doen, maar niet met je, waarbij je toch in je hoofd niet mag verliezen. Dus met hoofd en hart en ziel, zeg maar. Ik denk dat ik iets met muziek gedaan zou hebben. En ik weet niet of ik het gedurfd zou hebben om zelf iets te gaan spelen of zingen daar, maar ik denk dat ik dat gedaan zou hebben. Iets met muziek. Tenminste, nou ja, vanuit het denken is muziek echt de meest onbegrijpelijke kunstvorm. Daarom ook de meest fascinerende. Vorige week was ik dus bij een discussieavond, dan moest ik dus ook mijn favoriete liedje, popliedje zeg maar, over liefde meenemen. En ik denk dat ik dat hier ook gedaan zou hebben. Een van mijn favorieten is van Ed Harcourt, Something to Live For. Ik weet niet of je dat kent, maar... En het thema wat hij daar volgens mij, wat ik erin hoor, is dat hij zich verwondert over het feit dat hij verliefd is op iemand die totaal los van hem staat. Dus waarschijnlijk thema's als de altijd andere ander. Als je dat in muziek kan weergeven, dan volgens mij heb je dan echt iets heel moois bereikt. Als
als echt als een vrijplaats waarin je eigenlijk mag denken en uitproberen wat je wil. En ik begrijp ook dat het blijft bestaan, dat het elk jaar weer gegeven wordt. Misschien zelfs wel twee keer per jaar, begreep ik. Dus ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat. Volgens mij is dit wel echt een plek waar je wil zijn als je gewoon een hoofd vol ideeën hebt, maar je weet gewoon echt niet waar je ze kwijt moet. En je wil het gewoon uitproberen, maar dan wel zeg maar op een gedegen denkmanier. Thuis boeken zitten lezen is ook heel leerzaam. Dan ben je in feite in gesprek met de auteur, maar echt met studenten bezig zijn die altijd weer andere invalshoeken hebben. Waardoor je soms echt even met je staat te kijken van, wat krijgen we nou weer? Dat is bijna altijd waardevol. Dat is bijna altijd waardevol. En ik heb wel echt af en toe even mijn pen gegrepen en wat dingen opgeschreven. En vraag me niet nu naar een voorbeeld hoor, maar ik vond het echt een soort kruisbestuiving. Ik vond het echt heel waardevol. Ja. Elke keer als je tegen iemand in discussies ook weer zegt, eenheidsideaal bestaat niet, dan vindt iedereen je cynisch. Maar ik bedoel dat zo verschrikkelijk optimistisch en positief. Dus als je dat op een ontroerende, kunstzinnige manier of muzikale manier kan laten voelen wat dat betekent. Echt met iemand leven die los van jou is. Met alle eenzaamheid en van dien. Dan volgens mij zou dat de ultieme uitdaging zijn voor mij, denk ik.